Er is degelijk sprake van een rattenplaag binnen de zijsector in Nikeri. Deze bevestiging doet de onderdirecteur van landbouw, Jamila Salarbaks, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Volgens Salarbaks moet deze plaag serieus worden opgevat, omdat indien de rattenpopulatie de kans krijgt zich te vermenigvuldigen, deze grote schade voor de sector met zich kan meebrengen. De meeste klachten komen uit Wageningen en Henaar. De oorzaak van deze plaag, die overigens in landbouwgebieden over de hele wereld voorkomt, wordt gezocht in de lange natte periode die zich vanaf begin vorig jaar tot haast midden 2022 heeft voorgedaan. Hierdoor zijn de boeren niet in staat geweest om hun velden optimaal te onderhouden. Ook het feit dat door aanhoudende regens in de vorige seizoenen paddyvelden niet afgeoogst konden worden, maakt dat er nu meer ratten zijn dan normaal. Op dit moment zijn voorlichters en andere medewerkers van het ministerie van LVV in het veld om de schade op te nemen, maar ook om boeren bij te staan met advies over hoe zij de rattenpopulatie in de verschillende rijstvelden kunnen bestrijden. Aan de boeren wordt geadviseerd gezamenlijk de bestrijding van de ratten aan te pakken, waardoor ze niet van het ene veld naar het daarnaast gelegen perceel kunnen vluchten. Ook worden de landbouwers gevraagd om binnen de vastgestelde inzaaiperiode in te willen zaaien.